Ja, Feyenoorders. Ja, dit is een trieste dag, hè? Ja. Het overlijden van Wim Jansen. Ja, ik bedoel, meer, ja, bijna meer icoon dan hij. Die is er niet gewoon bij Feyenoord. Nee, want luister, ik ben ook een Feyenoorder. En ja, ik kende natuurlijk Wim Jansen vroeger al. Ja, ik bedoel, als verslaggevertje. En daarna, toen ik bij de tv kwam, ja, daar had ik dus af en toe te maken met Wim Jansen. Die kwam ik dan tegen. Maar ja, Wim Jansen, dat was er niet eentje, nee, om de Polonaise mee te lopen. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat deed Wim Jansen niet. En Wim Jansen hield ook niet van de schijnwerpers. Nee, totaal niet. Ik zat hem een keertje bij hem in het vliegtuig terug uit Tokio, want toen werkte hij bij een of andere club, die heette de Diamonds, ik weet ook niet meer precies wat, in Japan. En we zaten 9 uur naast elkaar. Ja. En Wim, die heeft het gewoon bestaan om 9 uur lang, je kunt je voorstellen, te praten over voetbal. Gewoon tactiek. Zoveel systeem, dit systeem, dat. Dit met voetbal, dat met voetbal. Het duizelde me op een gegeven moment. En ja, maar dat was wel Wim Jansen. Ja, en dat soort gesprekken had hij dus ook met Johan Cruijff. En Johan Cruijff die kon ook uren en uren leuteren over voetbal. En Wim Jansen die was zo gek van het spelletje. Ja, maar hij wilde niet op de voorgrond. Nooit. Want ik zei tegen hem wel eens van, ja Wim, laten we nou eens een keer iets leuks opnemen voor de regenjas. Weet je wel, dan ga jij mij tactiek uitleggen en dan snap ik het niet en die, weet je wel. Nou, daar had hij totaal geen zin in, Wim Jansen. Daar had hij nou totaal geen zin in. Dat was nou helemaal niks voor Wim Jansen. Nee, en dat betekende niet dat hij het programma niet leuk vond. Dat vond hij wel. Hij moest er wel om lachen, om de regenjas. Dat zei hij tegen mij. Maar ja, hij wilde er absoluut niks mee te maken hebben. En ja, af en toe dan sprak ik hem. En dan zag ik hem ook bij Feyenoord. Dan zat hij weer in een of andere business lounge. En dan hadden we het over voetbal. Want dat was zijn hele wereld. Voetbal. En hij heeft dus 16 jaar, of weet ik veel hoeveel jaar, bij Feyenoord gespeeld. Ja, hij heeft natuurlijk geweldige momenten in onze herinnering gegooid. Wat denk je bijvoorbeeld van de goal tegen AC Milan? Ja, het was wel een mislukte voorzet, dat maakt niet uit. En die draaide in één keer, in één keer zo de kruising in. En de hele Kuip ontplofte. Want dat waren toen nog eens een keer echte wedstrijden voor de Europa Cup. Wim Jansen, WK 74, we weten het allemaal nog. Hé, de overtreding op Hulsenbein. Dat was allemaal Wim Jansen. En we weten ook nog allemaal Wim Jansen. Ja, beste vrienden. Met die ijsbal. Ja, zo onterecht. Die man had zoveel voor Feyenoord gegeven. En die ging in zijn nadagen nog even meespelen bij Ajax. En krijgt een ijsbal op zijn oog. Ja. En daarom, beste vrienden in Rotterdam, zou ik willen zeggen: maak die ijsbal goed, beste vrienden. Zorg dat hij een afscheid krijgt, Wim Jansen, bij de Kuip. Net als Koen Moulijn of nog beter. Dus, vrienden in Rotterdam, ik reken op jullie.